Vanochtend start er veel plaatsen met wolkenvelden, maar vooral in de noordelijke helft is ook de zon af en toe te zien. Uit de dikkere bewolking in het zuiden kan af en toe wel een enkele spat regen vallen. Dat blijft eigenlijk de hele ochtend zo het beeld, met vooral dus in het zuiden kans op een spat regen en in de noordelijke helft het meest droog met af en toe wat zon. Temperaturen niet heel laag met, het, met waarde rond de graad of 15. Vanmiddag loopt de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 17 tot plaatselijk 24 graden. En vooral in de oostelijke helft ontstaan pittige regen- en onweersbuien, met ook kans op veel regenwater in korte tijd. Vanavond neemt het aantal buien dan gestaag af, maar de bewolking neemt vanaf zee wel toe. Het wordt ook nevelig vannacht en ook kan er mist ontstaan waar we met name morgenochtend vroeg last van kunnen hebben. Morgen lost eventuele mist dus snel op. En dan zien we in de loop van de dag de zon uiteindelijk op veel plaatsen weer. De temperatuur loopt op naar 15 graden aan zee, tot 23 graden landinwaarts. En op de warmste plekken kan opnieuw een regen- of onweersbui ontstaan. In de komende dagen zien we wat minder regen- en onweersbuien En ook gaat de temperatuur iets naar beneden, met name op dinsdag lagere waarden. Later in de week dan zien we mogelijk de 20 graden weer op de thermometers terugkeren. Ik ben Wilfred Jansen voor Weerplaza.